De Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen heeft vandaag haar 10-jarig bestaan herdacht. Dit gebeurde middels een bloemenhulde bij het monument bij de kazerne. Voor fungerend voorzitter Waldo Jameson is het een grote dag, omdat de resultaten van de vereniging worden geëvalueerd. Vanaf de oprichting is er gevochten voor de rechten van de ex-militairen. Enkele brandende vraagstukken, zoals woningnood en werkloosheid, zijn wel opgelost, zegt Jameson. Oké, om inhoudelijk in te gaan daarop, moeten we zeggen dat de vereniging veel van onze leden in een hoopvolle positie heeft geplaatst. Met een heleboel zekerheden, en dat noem ik werkgelegenheid, is gecreëerd. Er zijn 52 man richting Jacobsiner gegaan. Maar je had natuurlijk een paar uitvallers en uiteindelijk is het gebleven op 30 man. De stichting heeft daarvoor gezorgd, natuurlijk met hakken en stoten, vallen en opstaan. Maar dan hebben we 30 man nu, 32 man als Jacobsiener en boswachters. We hebben 18 man die toen in dienst zijn gegaan van Defensie. Dat is 1 oktober 2009. We hebben een groep gehad die marktbeveiliging moest doen, simultaan met Nikeri. Je hebt hier in de stad een groep van 19 man, maar jammer genoeg hebben de mensen van Paramaribo die opleiding niet kunnen afronden, maar die van Nikeri wel. En die mensen beveiligen de markt daar in Nikeri, maar de mensen die hier die opleiding moesten volgen, die hebben het niet afgerond, dus ze zitten gewoon in dienst van de defensieorganisatie als burgerpersoneel. Daarnaast zijn 39 ex-militairen in dienst genomen als chauffeur bij het Nationaal Leger. Een ander deel is werkzaam bij de Commissie Ordening Goudsector Suriname, zegt Jameson. Hij is echter nog niet tevreden met de tegemoetkoming vanuit de overheid. Als we kijken naar onze wensenpakket, dan hebben we vooropgesteld dat eigenlijk de staat ex-militairen terug moest nemen in dienst. Maar dat is jammer genoeg niet gegaan zoals wij dat gewild hadden. Omdat wanneer we kijken naar de wettelijke procedure van omstandigheden, hebben we gemerkt dat de toenmalige regering ook wetten heeft aangenomen of wetten heeft ingetrokken, met name de dienstplicht hebben ze ingetrokken. De bevoegdheden van de militairen hebben ze ingetrokken. Vandaar dat zaken niet in die fase zijn beland waar wij willing op hadden. Maar desalniettemin kijken we positief op zaken die gerealiseerd zijn vanuit de vereniging met Stichting Nazorg, Ministerie van Defensie, zijn we gekomen tot realisatie van dit soort zaken. Waldo Jameson, fungerend voorzitter van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen. In verband met haar 10-jarig bestaan werd er een bloemenhulde gebracht bij het monument bij de kazerne.